Hallo allemaal, super gaaf dat jullie weer kijken. De eerste live, met pauzes ertussen. Ik hoop dat, dat jullie met veel inspiratie, drive, willen kijken. Vandaag ga ik jullie het spit afbijten. Ik ga summer designs delen met jullie. In alle maten en vormen en producten die ik ervoor ga gebruiken. En laten we maar beginnen. Ik kan het natuurlijk niet alleen, want in de regiekamer zit lieve Pepijn. Hallo allemaal. Ja, superleuk. Het eerste design wat ik ga doen voor jullie is met, want ik heb ze gelukkig al en ik ben er heel blij mee, de nieuwe gel polish lijn die uitkomt. De Summer Cocktail lijn. Super gave, felle kleuren. Maar en we gaan eerst, yes. Wat gaan we eerst doen? Beginnen. Oh ja, we gaan eerst beginnen. Was iets te enthousiast. Hey, ik heb heel veel designs en op een gegeven moment moet je ook gewoon stoppen. Mijn hoofd zat heel erg vol, dus eigenlijk kan ik nog wel uren door. Maar ik denk niet dat jullie tot 3 uur vannacht hier willen blijven kijken. Ik laat even zien op de Topshop shot wat ik ga doen. In ieder geval wil laten zien vandaag. En dan ga ik even die kant op. Dat wil ik allemaal met jullie gaan delen vandaag. Hartstikke leuk. Deze twee heb ik gisteren. Ja, die heb ik gisteren gedeeld, gepost. En er waren heel veel reacties op. En dacht ik, nou, dat is ook wel heel erg leuk dan. Laat ik die ook gewoon vandaag zien in de live. Maar ik wil graag beginnen met deze designs. Dit is gedaan met die nieuwe gel polishes waar ik het dus net over had. En het is heel erg makkelijk, heel erg simpel en superleuk om te doen. Het is natuurlijk geen must, je kunt het met alle gel polishes doen. Maar ja, die lekkere knalkleuren, dat hoort natuurlijk wel bij een summer design. Dus laten we beginnen. Ik heb alvast voorbereid een wit gelakte tip. En ik pak 3 kleuren van de nieuwe lijn. Roze en geel ga ik mee beginnen. Dan leg ik druppeltjes op mijn palet. En een beetje geel. Super felle neon. En dan maak ik eigenlijk een streep op het midden van de nagel. Ik pak mijn detailen 3. En ik maak een baan. Ik probeer het recht te doen. Maar het maakt helemaal niks uit als je iets schever gaat. Want strakjes gaan we dit witte namelijk inkleuren met een andere kleur. Dus zie je helemaal niks meer van. Ik rol mijn penseel leeg. En pak een druppeltje van mijn gele. Cindy Boekhout zegt dat ook al ga je door tot 3 uur, zij blijft wakker. Ja, het probleem is dat ik ook nooit kan stoppen. Maar hartstikke leuk, enthousiasme hou ik van. Yes, zou je alleen even deze flesjes aan de kant willen zetten? Want dan kan ik zien wat je op het palet doet. Natuurlijk. Dank je wel. Druppeltje bezentop. Pak ik alvast. En een druppeltje whitest white. Whitest white gel polish is echt geweldig. Als je wet in wet designs wil maken. En dat gaan we nu doen. Ik wil hier van deze twee kleuren, die wil ik in elkaar over laten lopen. En dat doe ik met mijn ombre penseel. Je zou het ook met je detailen 3 kunnen doen hoor. En ook, het hoeft niet heel erg netjes. Want we gaan hier zo meteen dus natte druppeltjes whitest white gel polish opleggen. Ik heb een kikker in de keel. Ja, maakt niet uit. Ik heb een hoesje. Nou,
dat je een mooie overloop krijgt. Heb je nou ook wat base en top dan aan dat ombre penseel gedaan? Nee hoor, die heb ik daar alleen maar even neergelegd om het penseel ondertussen weer schoon te kunnen krijgen. Ah. Want straks ga ik met mijn White is White erin. Maar ik heb er natuurlijk nu nog een heel klein beetje geel van die gel polish in zitten. Natuurlijk. Zo. Kijk, en dan ga ik namelijk door mijn druppel base en top. En dan haal ik al dat gele pigment uit mijn penseel. Dan haal ik hem af. En nu pak ik druppeltje Whitest White. En die leg ik in mijn natte gel polish. Cheyenne zegt dat het geel zo fel is dat het lijkt alsof het is overbelicht. Maar het is gewoon super fel. Ik zit hier ook eigenlijk gewoon met een zonnebril. Moet ik hier op zitten, inderdaad. Hij is echt heel fel. Maar zo cool. Nou, dan zie je dat die druppeltjes heel leuk gaan lopen. Ja, en het loopt niet in elkaar. Hè? Dat vind ik altijd zo miraculeus. Het loopt echt tegen elkaar. Ja. Ja, gaaf, hè? Ja. Ik denk dat ik hier nog een beetje opvul. We hebben een kijker uit Denemarken. Hello from Denmark. Hello, Lina. Nice that you're watching us. Hello, so nice that you're watching. Even if it's in Dutch. But we all speak the nail language, ja. Huh? Nou, als je tevreden bent, dan kun je deze in de lamp doen. 30 seconden. En dan ga ik hem aflakken. Dat kun je ook heel erg leuk doen trouwens met de glass polishes, want die zijn al transparant. Maar ik wil eigenlijk in deze kleuren blijven. Dus nu ga ik dat druppeltje base en top gebruiken om mijn kleurtjes iets transparanter te krijgen. Dus een heel klein beetje door mijn roze heen. Ja. Even afrollen. En ik doe datzelfde door mijn geel. Pak ietsje bij. Want ik wil nu de ondergrond, hè, die witte druppeltjes, die wil ik kleur geven. Met dezelfde kleur. Dus ook lekker transparant maken. Rol je penseel goed af. En nu ga ik hier dus met die transparante kleur overheen. En ik pak een beetje geel. Niet te veel. En die laat ik dan in elkaar over lopen. Dus je hebt eerst een ombre gedaan, toen de wet in wet, dus zonder uit te harden. En dan vervolgens daar nog een soort ombre overheen. Ja. En dan krijgen die kleurtjes ook, of de druppeltjes krijgen dus ook, ietsje meer kleur. Leuk effect, hè? Ja, cool. Nee, die onderste valt echt weg op beeld, hè? Ja, maar misschien hier kan ik hem misschien laten zien. Op je sideshot. Kijk, dan zie je het al wat beter. Komt ook omdat het wit heel erg reflecteert. Mm-hmm. Nou, die doen we dan ook weer. 30 seconden in de lamp. Nu wil ik mijn wit een andere kleur geven. Want hoe gaaf is het als daar een lekkere knalkleur naast komt? De combinatie groen-geel is namelijk ook heel leuk die we net hebben gedaan. En daar die prachtige Majestic Blue naast. Maar ik ga nu de prachtige paarse kleur, de gel polish, de Lady Violet, ernaar slakken. Nu kun je dus ook, mocht je foutjes hebben gemaakt, dat je net even een iets breder baantje hebt gemaakt, kun je gewoon nu corrigeren, omdat je nu strakke lijnen naast wil maken met je gel polish. In de tussentijd, als iemand thuis nu een vraag heeft, zet die door. Ik heb mijn telefoon bij de hand en dan kan ik dat meteen doorzetten naar Jessica. Dus, en anders ben ik aan het schakelen. Ik ben weer terug naar jou, Jess. Oké, ik heb ook weer een heel klein druppeltje Lady Violet op mijn paletje gelegd. Puur om hierboven in te komen. Dat is nogal lastig met het kwastje uit je flesje. Daar gebruik ik dan mijn Detail 3 voor. Gel polish vraagt natuurlijk 2 laagjes. Mm-hmm.
Het is ook altijd als je een donkere kleur naast felle, in dit geval neontinten, legt, dan knallen die kleuren er echt zo mooi uit. Kijk, en dan het puntje van mijn, die tele 3. Dan kan ik echt helemaal hierbovenin komen. Zo. Ja, Roeline van Ol zegt, wauw, wat een mooie flesje. Ja, voor ons is het natuurlijk al helemaal, we zijn eraan gewend. Oh ja, ja, maar misschien ja. Kun je ze even laten zien inderdaad, want we hebben de flesjes ontworpen passend bij de naam. Ja, gaaf hè. Lady Violet, Cosmopolitan. Kijk, besjes eronder. De Mimosa. Ja, echt geweldige sleeves. De Apple Martini. Mmm. En dan hebben we er hier nog twee. De Bloody Mary. En de Mojito. Ja. Cool, hè? Ja, super. Ik vind ze ook prachtig. En dan hebben we natuurlijk nog de Majestic Blue. Kijk, ja, dan met pingelpangeltjes. Met pingelpangeltjes. My favorite. Die is echt heel mooi. Allemaal. Echt wauw. Zo blij met die felle kleurtjes. Nou, nog één laagje. Van de Lady Violet natuurlijk. Om goed dekkend te houden. Nu hou ik heel erg van designs die matte en glanzende onderdelen hebben. En dat kan ik je in dit geval bereiken door hem eerst helemaal mat af te lakken. Nadat deze laag is uitgehard. En daarna ga ik de band glanzend lakken met Supreme Finish. En ik hou van zwart, dat weten jullie inmiddels wel. Ik ga zo meteen twee hele dunne strepen met Cherisa Sweeties, de black, de licorice. Die ga ik dus echt tussen die twee, echt langs de band volgen. Dan zul je ook zien als je een zwarte border naast kleur zet, dan grond je kleur er ook heel erg. Ik hou ook heel erg van kleurrijke designs. En die plaats ik meestal op de ringvinger. Maar 9 van de 10 keer is mijn pink dan altijd zwart. Puur om kleuren weer te gronden. Ik heb een aantal mensen, Femke van de Snapschuit, die probeert mee te doen. Tempo is bijna niet bij te houden. Oh, sorry. Werden de witte vlekjes uitgehard voordat de transparante kleur erover ging? Ja, dat heb ik al beantwoord. Ja. Dat is al gedaan. Ja. Dan zegt Cherisa over die mooie flesjes, alleen al daarvoor moet je gewoon overstappen op Magnetic. Ja. Sandra van Egmond zegt, mijn la zit helemaal vol, kan geen flesje meer bij, maar de kleuren zien er super mooi uit. En Aletta reageert daarop en zegt, echt hè, ja, ik ken het. Het is wel super handig nu dat die flesjes allemaal een kleur hebben, dat die sleeves herkenbaar zijn. Het is ideaal. Want wij hebben ze ook hier in de studio in de la staan, je kunt ze gewoon zo baf pakken. Ja, het is echt perfect. Echt super blij met die sleeves. Mijn extreem matte top heb ik even geschud, zodat hij ook mat is natuurlijk. Deze doe ik voor nu dan even 30 seconden in de lamp. Maar in real life zou je dan anderhalf minuut plaatsen. Want dan blijft je matte top ook echt 4 weken lang mat. En goed schudden voor gebruik is ook echt heel erg belangrijk, want anders zul je zien dat het niet heel erg mat is. Kan hij nog een beetje gaan glanzen. Ja, en als je natuurlijk heel veel body lotion of body oil gebruikt en hij gaat een beetje satijnachtig glanzen, dan kun je altijd het oppervlakte schoonmaken met alcohol, 70% of nagellak remover bijvoorbeeld. En dat is een handige tip voor die klanten die graag crèmes gebruiken en toch dat extreem matte effect willen hebben. Even kijken, Supreme Finish. En ik pak alvast even wat Cherisa Sweeties op mijn paletje. Sandra van Egmond zegt, leuk snel design en eindeloos kleuren te combineren. Ja, hiermee kun je natuurlijk ook echt duizenden kanten op. Zeker. Ik moet zeggen dat ik hem zo in het mat ook heel vet vind, hoor. Ja, maar ik vind dit leuker.
doe ik gewoon met mijn kwastje uit mijn flesje. Zo. Doe ik ook even weer, omdat we nu live zijn, 30 seconden. Maar normaal zou je dat dan ook 1,5 minuut moeten. Nou pak ik Pepijn's Choice, want die heeft namelijk hele mooie lange haren. En daardoor kun je echt, het maakt het makkelijker voor je om lange rechte lijnen te trekken. Natasja Jongman feliciteert je met je kanjer. Ah, natuurlijk nog, hè? Dank je wel. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, we hebben gisteren groot feest gevierd. En vandaag, ja, dat was dan de enige voorwaarde. Omdat ik natuurlijk live zou gaan vanavond. Ik zeg, ja, vind je dat wel goed, lieve schat? Toen zegt hij, dat mag, mama. Maar dan wil ik wel taart als ontbijt. En dat heeft hij gehad. En heeft het nog opgegeten ook. Nou, een geboren onderhandelaar. Ja, en hoe? Ik zeg ook later hoor, Pepijn wordt, mijn kleine die wordt een directeur, dat weet ik zeker. Wat wou je zeggen, Pepijn? Lian vraagt aan Linda Magnetic, welke dagen ben je open, nieuwe kleurtjes, here I come. Linda is vrijdag ook geopend in Kaatsheuvel. Aanstaande vrijdag kun je terecht in Kaatsheuvel voor de nieuwe kleurtjes en dat geldt ook voor Weert. En bij ons natuurlijk vanaf woensdag. En Broliek vraagt, wat is het verschil tussen Sherita Sweeties Black en Liner Gel? Nou, je haalt me de woorden uit de mond. Dat wou ik dus net vertellen. Waarom kies ik nou voor Sherita Sweeties en niet Liner Gel? Sherita Sweeties zijn sterk gepigmenteerde one coat color gels eigenlijk. Hey, je kunt er ook gewoon nagels een kleur geven. Maar het voordeel aan Sherita Sweeties vind ik dat ze glanzend blijven. En ik wil dat dit randje glanzend blijft. Als ik ditzelfde zou doen met de Liner Gel, die heeft toch een beetje een plaklaag, die moet je verwijderen, maar dan wordt die toch mat. Het nadeel van Sherita Sweeties is dat ze iets meer lopen. Liner Gel blijft, is toch wat stugger, wat steviger van substantie. En dus de lijnen zullen ook dunner kunnen met Liner Gel Black. Maar als je dat dus zou willen, bijvoorbeeld als je krullen wil maken, dan kun je heel mooi ook een mix maken tussen Sherita Sweeties en Liner Gel. Linda doet dat namelijk ook met haar krullen, hè? Die doet dat, ja, die mixt dat met elkaar. Ja, dus ik ga nou met behulp van dit super penseel een dunne lijn maken. Ik rol hem eigenlijk door mijn Sherita Sweeties. Ik tik hem heel even af, zodat mijn puntje scherp is. En dan trek ik een rechte lijn. En moet je zien wat er dan met die kleur gebeurt. Gelijk als de zwart naast komt, knalt die kleur. Ik hou hier zo van. Ja, het knalt, maar het maakt het ook juist wel op een bepaalde manier een beetje rustig. Ja. Brengt ook wel een bepaalde harmonie erin. Ja, dat is ook zeker waar. Broliek vindt het heel fijn dat je het zo goed hebt uitgelegd. Oh, gelukkig. Gelukkig. Ik ga even, hè, omdat ik net zei, hij loopt. Ik vind dat dan toch eng om twee banen tegelijk te doen. Dus doe ik even flash cure. En daarna doe ik aan de andere kant de baan. Zo. Dus ik haal hem erdoor. Even een puntje maken. Weet je wat ook leuk zou zijn? Als je nu in het midden allemaal krulletjes over die wet in wet vlekken zet. Oh ja. Met zwart. Inderdaad. Oh, ik krijg inspiratie. Leuk, leuk, leuk. Nou, hoe leuk is dit? Het voordeel ook van Sherita is dat na 1,5 minuut uit de lamp geen plaklaag. Ze blijven glanzen. Echt geweldig. Ik gebruik echt heel veel Sherita Sweeties in mijn designs. En ze zijn natuurlijk genoemd naar iemand die nu zit mee te kijken. Wie namelijk zou dat zijn? Sherita. Ja. En de schat. Ja, wat wel leuk is om te zeggen is dat 2 juni, dinsdag 2 juni, ga ik 's avonds live met Sherita. En dan gaat zij laten zien hoe je de modern element nagel maakt, inclusief een inlay. Dus wil je nou eens echt zien, real time, hoe je die modern element nagel maakt, dan moet je meekijken. 2 juni, zet het in je agenda. En om 8 uur, niet op 1 juni, want er was iets, volgens mij is er dan tweede Pinksterdag of zo. Ik hoor dat dat klopt. Dus we hebben besloten om het dan op de dinsdag te doen. En Angie vraagt, de nieuwe kleuren, zijn dit limited editions of zijn de potjes vanaf nu allemaal veranderd? Nou, alle kleuren die we tegenwoordig uitbrengen zijn limited editions. En daarom passen we daar ook al dat artwork en kleuren et cetera op aan. En sowieso is het handig om te zien natuurlijk wat het is. En het duidt ook de kleurcollectie goed aan.
Nou, komen er nog andere Shirisa Sweeties kleuren? Nou, dan moet ik eens even naar gaan kijken met Shirisa. Wat ga jij doen? Ik hoor jou sprayen. Ja, ik ga even mijn palet schoonmaken. Want mijn design is nou klaar. En ik moet hem even klaarmaken voor de volgende. Nou, dit is dan het eindresultaat. En ik had hem ook al. En dit vind ik echt een hele vette combi. Ja. Ja, heel mooi. Prachtig. Ja, echt geweldig. De blauwe kleur die je ziet is de New Majestic Blue. Ja. En de binnenste kleuren, dat is de Neon Green Gel Polish. Mm-hmm. Die is ook iets transparant. Ja. En die gele is ook weer de Neon die ik net heb gebruikt, ook weer transparant gemaakt met de base en top. Maar je zou dit dus ook kunnen doen met glass gels bijvoorbeeld. Of allerlei andere kleuren gel polish. Ja. En natuurlijk heel makkelijk aan te passen straks als het weer wat donkerder wordt. In de herfst met herfstkleuren, et cetera. Ja, of nog weer pigmenten daarin, in die vlekjes en zo. Ja, en dan met mat vlekken erin maken. Ja. Nou ja, en anyway. Oh, ja, oké. Okay. Nou, dit is dit. Tada. En dan door naar de volgende. Wat dit wordt de volgende? Het volgende design is een beetje dit, zo gezellig. Volgens mij heb ik hier ook nog een andere kleur, die ga ik zo meteen laten zien. Dit is al een oudje hoor. Die is al, vorig jaar, misschien al wel het jaar ervoor, op de beurs heb ik die toen laten zien in Utrecht. Heel makkelijk, maar superleuk. Ook juist dat je dan een zwarte ondergrond, die kleuren er lekker op laat knallen. Wederom met de Shirisa Sweeties ga ik werken. Maar je zou ook de pantenvlekjes die ik nu dus met de hand ga doen, die kun je ook prima met de stempels zetten. En die weer aflekken, lakken of met de liner gel de stempels zetten en laten zitten. Je zou zelfs met Shirisa Sweeties kunnen stempelen. Maar niet alle kleuren kun je mee stempelen. De wit, daar kun je niet mee stempelen. Die trekt helemaal terug. Die is toch te vloeibaar op de een of andere manier. Mm-hmm. Maar super makkelijk. En ik ga hem dan wel gewoon even zo schilderen. Leuk, gezellig. Mm-hmm. Zwarte ondergrond hebben we nodig. Ja. Ik ga nu met neonpigmenten werken. We hebben namelijk 6 verschillende neonkleuren. En die pigmentjes die kun je overal voor gebruiken. Maar ik vind het heel erg leuk om de plaklaag te gebruiken van de Whitest White Gel Polish, van de liner gels, waar je ook prima stempels mee kunt zetten met je liner gel. Ik heb ondervonden dat als je je liner gel white mixt met Whitest White Gel Polish, dan plakt die iets beter. Als je gaat stempelen, of wat we nu gaan doen, je pigmenten plakken dan beter. En dus het gaat iets meer knallen. En ik ga met pigmenten werken, dus altijd de ondergrond opruwen. Voordat je ook maar iets zet, want die pigmenten die blijven een beetje drijven. En je wil alles goed verwijderen daar waar je geen pigmenten wil hebben. Dus dat ga ik nu eerst doen. Deze Black is Black Gel Polish, die heb ik 2 keer gelakt. Zit verder nog geen top op. Ik heb alleen de plaklaag eraf gehaald. Nu pak ik mijn white blok en ik ruw hem op. Nou pak ik Whitest White Gel Polish en Liner Gel White. Even kijken. Op mijn palet. Heel klein beetje. En doe je dan minder gel polish of hoe is de mengverhouding? Ja, het is wel iets vloeibaarder dan de liner gel enkel is. Maar het is wel meer liner gel. Oké. Okay. Dit doe ik namelijk ook als ik bijvoorbeeld nu een stempel zou willen zetten en waar ik pigmenten op wil toevoegen. Mhm. Ik doe hem dan heel even flash cure. Ik pak hem dan op. Ik vul mijn plaat hiermee. Ik pak hem op en ik doe hem heel even voor de lamp en dan rol ik hem af. En heel even flash cure doe je altijd in de lamp voordat je je pigmenten natuurlijk wilt toevoegen. En hij plakt dan net iets beter, dus je pigmenten zullen dan nog net iets meer knallen. Het is echt super gaaf, ook op zwart. Oké. Ik pak nu een oud ombre penseel. En dit hoeft niet speciaal hoor, je kunt ook gewoon met een ander penseel. Maar je ombre penseel heeft natuurlijk ook van die langere haartjes. En ik vind dat
dat krab-effect, dat scheureffect vind ik leuk wat je hiermee krijgt. Beetje... Nee, echt van die streepjes krijgt. Ook een beetje gravity-achtig, hè? Ja. Vind ik dan. Ja. Je zou kunnen zeggen van, ik pak een iets langer penseel. Bijvoorbeeld de Pepijn's Choice. Haal je er even doorheen. Dat je her en der iets langere streepjes maakt. Nou, Julia Vorobieva is also watching us. Hello Julia, nice that you're joining us. Hello Julia. Angela Willems gaat zeker terugkijken, vindt het supermooi. En Cindy Boekhout zegt, ik heb dringend een geldboom nodig. Ik wil zoveel. Ja, gewoon rustig je collectie opbouwen. Ja, everything takes time. Het komt allemaal goed. Oké, dit vind ik eigenlijk wel leuk als ondergrondje. Even een paar tellen in de lamp. Ik zet mijn lamp aan. 1, 2, 3. Nou, dat was echt letterlijk een paar tellen. Ja. Even kijken, welke kleurtjes gaan we doen? Ik heb hier alle kleuren staan, behalve de blauw. Ik vind deze combinatie leuk. Ah, misschien een beetje paars. Kunnen ons het schelen. Cool. Zo, dan pak ik een pigment brush. Ik ga dit heel voorzichtig doen, hoor. Ja, gewoon zachtjes gebruiken. Ik leg even een brush wipe er neer. Dan kan ik tussendoor mijn penseeltje even schoonvegen. Oké. La la la, en deppen maar. Schoonvegen. En ik volg ook een beetje die richting van de streepjes. Houdt het ook wat rustiger. En als laatste de paars. Wensnagels vraagt, is de nieuwe blauw ook al verkrijgbaar? Vanaf aanstaande woensdag zijn de nieuwe kleuren, de Summer Cocktails en de Majestic Blue verkrijgbaar. Mee zegt, goed camerawerk. Ja, dat kan ik wel. Oké, mijn kleurtjes zijn aangebracht. Natuurlijk moet die ondergrond nog goed uitharden, dus dat ga ik nu doen. Even in de lamp. Ondertussen mijn dopjes te snel weer op, want ik ken mezelf. Ja, daar krijg ik een vraag over. Daisy vraagt, hoe krijg je de pigmentdoosjes open zonder dat het overal ligt? Met beleid. Ja, ik tik ze altijd even op de tafel, zodat wat er in de deksel zit een beetje naar beneden valt. Maar ook als je ze dichtdraait, moet je opletten dat er niet heel veel in de schroefdraad zit. Want anders als je hem weer opendraait, komt dat er allemaal uit. Maar met beleid is het beste antwoord. Ja, maar dat is een goeie, dat tikken inderdaad. Nou pak ik mijn fanbrush. Oh. En mee zegt, door niet te niezen. Dat is sowieso niet handig nu. Nee, inderdaad. Je gaat wegpoederen. Wegpoederen. Ja, het is echt leuk hoor. Ik vind het zo ook al echt heel leuk. Ja. Ik ook. Nou, zoals gezegd, en ook hier ga ik dat weer bij doen. Een matte ondergrond en dan weer op met de Cerisa Sweeties. Die glanzende pantervlekjes maken. Ja, dus eerst afwerken met mat. Ja. Jeannette van den Berg komt met een leuke tip. Ik word altijd hebberig van al die nieuwe kleuren. Als ik één kleur op heb, dan wil ik weer nieuwe hebben. Dan koop ik er 3 en zo wordt mijn kleurcollectie steeds groter. Ja, ja, slim. En Cindy Boekhout zegt, ik leg er altijd een tissue onder. Oh, ook slim, ja. En Mee zegt, ik zeg wauw. En Julia zegt, supercool. En Cherise zegt, ja leuk. Dus het is helemaal leuk. Oké, leuk. We hebben ook behoorlijk wat kijkers. We zitten nu op 149 mensen. Oh, wat leuk. Superleuk dat jullie allemaal kijken. En Femke vraagt, sorry, ik was nog bij de zwarte lijnen van design 1. Was de wit van dit design een mix? Ja, van de gel polish whitest white, gemengd met liner gel white. Ja, zo ziet hij er glanzend uit. En dan heb je dit. Het is gewoon geweldig. Ja, het is ook heel erg leuk. Maar hij moet mat worden.
Okay, Syriza, sweeties. Omdat Syriza zo'n sweetie is, heten ze natuurlijk ook Syriza sweeties. Dat zal het zijn, hè? Zo over nagedacht. Ja, ja, en omdat snoepjes gewoon heel leuk zijn. Ja. Sandra van Egmond zegt Hatzeflats-designs. Hatzeflats, ja, dat is het wel. Later ga ik wel ietsje, wat ik dan Hatzeflats noem, maar wat iets moeilijker is. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Zo. Nou, even kijken hoe die eruit ziet. Ja, dat is wel vet. Ja, cool. En nou pak ik Jessica's Choice. En ga pantenvlekjes maken. Niet nadenken, gewoon doen. Het probleem is dat ik altijd ga nadenken waar de volgende komt. En dan duurt het heel lang. Ja, jij was deze week ook helemaal ging je los, hè, bij jou in de salon in Losser. Ja. Los in Losser. Ja. En hoe? Ja, ik heb echt mooie dingen mogen maken. Echt superleuk. Ja, ook die verschrikkelijk coole set stiletto's met Majestic Blue en dan een panterprint. Ja, oh, die was leuk, hè. Ik kreeg echt de volgende dag een app van haar. Eva. Eva heeft echt al jarenlang, toen het al lang en breed uit was, droeg zij nog steeds stiletto's. De aanhouden wint, ja. Want ze komen weer terug. En ze appte me, ze zegt, mijn hart, it's killing me, zegt ze. Ik kan het niet aan, het is zo mooi. Maar ze waren ook echt heel vet. En dan een foto proberen te maken, dat is lastig. Ja. Ja, dat zag ik ook wel meer terugkomen, hoor. Syriza had ook een beetje last met foto's maken door dat scherm. Ja, precies. Ik heb ook van achter mijn scherm, maar ik zag Syriza ook met een... Ja, een soort blaadje was het meer, hè? Een rol. Ja, ja, dat volgens is ook mij wel slim. Ja. Ik wil sowieso een keertje met Wendy live gaan om nog een keertje de fotoworkshop te herhalen, maar dan met scherm. Oh, ja. Ik weet niet precies hoe we dat moeten laten zien, maar dat komt goed. Leuk. En Enjoy zegt, elke keer koop ik een nieuw penseel en zie ik bij elke live-uitzending weer een ander penseel. Wil alles hebben. Kijk nu al uit naar de nieuwe kleuren. Nou, Enjoy, dat ken ik. Ik moet dat even vertellen, hoor. Yes? Ja, tuurlijk. Ik was op een gegeven moment in Rusland voor een training met Elena Maltseva. En dat was handpainting. Schilderen. En ik dacht ook, dat ligt aan het penseel. Dus ik denk dat ik in die 6 dagen tijd misschien wel 20 penselen heb aangeschaft. Want ik was er iedere keer van overtuigd dat het aan het penseel lag, tot ik erachter kwam dat het eigenlijk ligt aan de techniek. En als je de techniek helemaal beheerst, dan pas je je penseel aan op je gewenste resultaat. En dan heb je echt super controle over je product en wordt het ook een stuk sneller. Dus het is deels het penseel, deels de techniek. En als je die samenvoegt, bam, heb je gewoon perfecte productcontrole. Nou, zeker. Ga ik terug naar jou. Zeker. En je moet ook echt je eigen favoriete penseel vinden. Het is niet gezegd dat jij ook dit kan met dit penseel. Misschien dat voor jou juist lange lijnen een iets korter penseel werken. Of een iets smaller penseel, een dunne penseel. Ik hou echt van het heft van... de Choices brushes, omdat die wat dikker zijn. Mm. En de Master Detailer, dat is echt mijn favorite. Die gebruik ik ook echt met handpainten, met de Master Paints. En die hebben hetzelfde soort heft. Maar anderen die worden weer veel blijer van de Detailers brushes bijvoorbeeld, want die zijn wat dunner, wat smaller. En dan kunnen dezelfde dunne, smalle, ili-pili highlightjes die ik met de Master Detailer voor mijn gevoel alleen maar kan, die doen dat met de Detailer 1 bijvoorbeeld. Oké, het eindresultaat. Ja, even kijken. Want ik had hem ondertussen al in de lamp gehad, want die Syriza's die lopen natuurlijk. En dan wordt het al wat dikker. Nou, hoe leuk is dat? Knalliwalli, ik hou ervan. Ja, heel vet. Nou, en hoe gaaf is het als je hier nou als set en dan hiernaast die leuke knalroze kleur gaat dragen. Hè, of hiernaast de Majestic Blue bijvoorbeeld, noem het maar op. Nou, nu je dat zegt, jij moet natuurlijk eventjes naar de volgende demo, hè, ja, je voorbereiden. Ja. Dus laten we even kijken naar de commercial van de nieuwe kleuren Summer Cocktails. Die vanaf naar de commercial van de nieuwe Majestic Blue, ik ben in de war, die vanaf woensdag te koop is.
Cool, hè? Ja, super. Wauw, hè? Ja, gemaakt door onze eigen Gillian. En ja, een prachtige kleur. Ik kan me ook niet wachten tot ik de nagels van May ga doen. Want dan gaan we deze kleur op de nagels van May zetten. Want het is echt natuurlijk een geweldige kleur. Wat ga je nu maken? Nou, ik ga tussendoor er even een airnails designtje in gooien. Voor degenen die mij volgen, hebben misschien die vlekjes voorbij zien komen. Die heb ik ook volgens mij gisteren of eergisteren gepost. Ja, laat even zien. De vlekjes. Deze. Ja, het klinkt een beetje gek als design, de vlekjes. Maar... De vlekjes. Ja, de overloop van kleurtjes en ook lekker knalliwalli. Dit is natuurlijk ook superleuk op een zwarte ondergrond, een witte ondergrond. Maar hoe heb ik dat nou gedaan? Nou, met airnails. Ik hou van airnails naast handpaint. Ik vind alles hartstikke leuk. Ja, dit kun je dit soort designs gewoon supersnel doen. En dat wil ik jullie nu even snel laten zien. En voor degene die misschien nadenken van, goh, ik wil die lessen nog heel graag volgen. Kom vooral langs, want I can't wait. Hopelijk dat het allemaal heel snel weer, dat we weer les kunnen geven. Ik heb een matte ondergrond. En eigenlijk, dit is de nail plate extender. En die heb ik al mat afgelakt. Dit is eigenlijk al klaar. Hierop ga ik sprayen. En dat doe ik met transparante kleuren. Maar dan moet ik eerst mijn ondergrond een andere kleur geven, want anders gaan mijn kleuren niet knallen. En okay. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen door eerst wit. Ik maak even mijn gun wakker, zoals we dat noemen. Even met water doorspoelen. Mm-hmm. Pak ik een druppeltje wit in mijn gun. Ja, ik kan de gun niet laten zien in beeld, want die staat buiten de cameraopstelling. Dat is een beetje dom, maar goed, dat is niet anders. We horen hem wel, de gun. Ja. En dan ga ik een baan maken. Ik spray hem even. Even checken. Ja, hij is wit. Dit is echt superleuk om te dragen, twee nagels naast elkaar. Maar je begint dus eerst met een hele baan. Oh, en dan doe je daar kleur op en dan druppeltje. Oh. Ja. Ja, ik dacht heel anders. Kip simpel. Ja. Ik hoop dat de kijkers nu ook al iets doorhebben. Dan pak ik een druppeltje geel. Dop je er gelijk weer op. Checken. Ja. Doordat je witte nu ook onder zit, knalt je geel ook des te harder. Dat is juist leuk. Ik spray hem even leeg. Pak een druppel oranje. Geel is nummer 5, oranje is nummer 7. Even checken of ik... Ja. En van de andere kant een oranje. Tot halverwege. Maar volgens mij is het gewoon ook hartstikke vet om op die nagels te doen. En dan helemaal door te lopen. Ook tot halverwege. Spray hem leeg. En nu pak ik my favorite, de nummer 8. Zo. Even leeg spuiten. En dit is eigenlijk wat je allemaal hoeft te doen. Als je airnails de hele dag door. Je moet hem even schoonmaken. Even met water
clearen, zoals we dat dan noemen. Zodat er geen pigment meer in je gunst zit. En dan kun je hem gewoon wegzetten. Tot je volgende klant. En aan het eind van de dag, dan maken we hem echt schoon. En ook dat is echt minutenwerk. Het is echt zo klaar. Goed, het design. Even al mijn kleurtjes aan de kant. Ik pak een druppeltje Supreme Finish op mijn palet. Pak mijn Detailer 3 en leg dan druppeltjes op deze banen. Hartstikke simpel. Ja, dit is echt een heel goed idee. Ik zei het toen net al, dit kan natuurlijk ook geweldig op 10 nagels. Ja, zeker. Als ketting. Nou. En omdat je ondergrond natuurlijk al afgelakt en klaar is, kun je zo meteen die verf gewoon weer verwijderen. Niks aan het handje. Nou. En doen we deze ook gelijk. En gewoon lekker abstract, hè? Maakt niet uit, groot, klein, wat voor vormpje. Nee. Echt zo onder het mom van een kloddertje hier. Dit kun je echt met allerlei kleuren ook doen, maar ik vind die overloop juist zo leuk. Omdat we nu toch een beetje in die felle zomertintjes zijn, dacht ik, dit is wel cool. En echt kipsimpel. Zo. En als ik hem daar dan afhaal. Je neemt nu prep en wipe? Ja. Prep en wipe. Nou, doe briljant. Cool, hè? Nou. Oh. Wat? Ja, ik had hem er niet in gelegd. Oh. Dat is misschien handig. Nou, en dan krijg je dat design, dat effect. En Supreme Finish is gewoon handig, omdat hij geen plaklaag heeft natuurlijk. En het blijft dan ook goed zitten? Ja, ja, zeker. Nou, Brenda, maar ook Linda vinden dat dit gewoon op alle 10 de nagels moet. Ja, hè? Er zijn een paar mensen die zeggen, ik heb geen airbrush. Nou, dan, dat dat is hier natuurlijk wel handig mee. Hoewel je natuurlijk ook, denk ik... Maar misschien moet je me even... Je zou dit natuurlijk ook kunnen doen door bijvoorbeeld met masterpaint een baan te maken. Dan die vlekken erop te zetten. En dan weer met finishing wipe of prep and wipe die masterpaint vanaf te poetsen. Ja, dat zou ook kunnen inderdaad. Het is wel ietsje meer werk, maar het zou wel kunnen, ja. Nou, en dan heb je dat effect. Een leuke overloop. Ja, en dan nog eventjes die andere er ook bij, gewoon voor de leuk. Ja, echt. Zo zie je het toch al gewoon... Nou, hallo. Je ziet dit toch gewoon al helemaal op die 5 nagels uitgevoerd, hè? Ik wel. Ik zie het meteen voor me. Leuk die kleuren dan op de andere nagels in spiegelbeeld. Misschien ook zo bij de cuticle. Wat leuke strassteentjes erbij. Ik bedoel, nou, een mens wordt toch helemaal blij? Ja. Nou, superleuk. Superleuk. Dus dat even mijn andere liefde laten zien. En, maar nu ga ik wel weer gewoon handpainten. Ja, maar ik denk dat jij even een andere handschoen aan moet doen. Nou, het doet er gewoon uit, hoor. Ja. Oh. Wij hebben eventjes, want Jaap vroeg in de comments... hebben jullie misschien dat Airnails commercial ook met dat leuke muziekje, zegt Charissa? Natuurlijk hebben we die. Eigenlijk is het wel een passend moment om dat even te laten zien. Dus, kijk mee. Oh.
Leuk, hè? Ja, ja moest was natuurlijk was het moment om die even te laten zien, hè? Ja, ja. Echt super gaaf gedaan door Cheyenne en Anjo, mijn partner in crime in Airnails. Samen met haar heb ik de Airnails training voor Catharina mogen volgen. En, dus ja, wij brainstormen heel veel. En zij heeft ja, samen met haar dochter, want hoe bijzonder is dat, in de quarantainetijd, hè, in de coronatijd, samen thuis deze commercial gemaakt in haar salon. En super vet eindresultaat. Ik echt, wauw, ik vind hem echt, echt, echt geweldig. Maar Airnails is ook geweldig, natuurlijk. Daar komt het ook een klein wat beetje. Wat ga je nu laten zien? Wat zal ik nu eens laten zien? Nou, ik wil jullie nog wel deze in ieder geval vertellen. Want deze zijn echt super cool. Al zeg ik het zelf. Alleen, die laat ik ook al zien in een demo die ik heb opgenomen. Die nog terugkomt in Nail Talk Live. Ik weet niet wanneer die komt, maar kan je wel vertellen hoe ik hem heb gedaan? Of dat je hem toch wil zien? Ja, vertel me even hoe je hem hebt gedaan. Nou, weer die combinatie Liner White en de Whitest White Gel Polish. Dan wordt hij wat soepeler, dan plakt hij ook lekker en daar kunnen die pigmentjes weer lekker aan vastplakken. Wat ik heb gedaan is met mijn Detailer 3 zwarte ondergrond eerst aflakken met een extreem matte top. Toen heb ik met de Detailer 3 die mix, heb ik al die krullen gemaakt. Ja. Lalalala. Even flash cure, dus weer die paar tellen wat ik net ook heb gedaan in de lamp. Nou, en toen mijn pigmentjes daaraan toegevoegd. Ook weer met mijn pigment brush, wat ik net ook heb gedaan met de andere pigmenten die we net hebben gedaan. Je benadrukt nu weer dat het echt kort moet worden geflash cured. Ja. Als je het te lang flash cured, of te lang cured, pakken die pigmenten dan minder goed? Minder goed, inderdaad. En als ik het alleen met liner gel doe, dan pakken ze nog minder goed. Dan moet je echt heel snel. Helemaal omdat liner gel white natuurlijk minder pigment bevat. Dus die is ook sneller al een beetje hard. En plakt dan niet meer zo goed. En de gel polish zorgt er juist voor dat die plakt. Maar het is echt een paar tellen, wat ik net ook deed. Ja. En probeer het maar gewoon. En die middelste, is dat een stempel of is dat ook met de hand geschilderd? Nee, is ook met de hand geschilderd. Heel snel. Ja. Cool. Ja, die is best cool, hè? Ja, super. Ik heb daar wel de masking, hè, de Airnails masking, die hebben wij in Deep French en Salon French. Die heb ik een tikkeltje erboven geplakt, ja. Zodat het eigenlijk mijn guideline was, dat ik wel een strakke French zette. Nou, en daar dan dat patroontje op geschilderd met een dun penseel. En Cherisa vraagt, heb je de ondergrond ook weer gebufft in dit geval? Nee, want ik wil natuurlijk, die ondergrond moet wel klaar zijn. En ik wil mijn pigmenten goed verwijderen. Dit ging wel goed. Ik heb wel, heel eerlijkheid, heb ik hier, dit zijn vrij grote vlekjes. Ja. Die heb ik, want nee, dan heb ik mijn pigmenten zeg maar toegevoegd aan die liner gel. Ja. Toen, want ik wilde dat weer glanzend, want ik vind dat zo leuk. Supreme Finish heb ik al mijn krullen, al mijn rozen, heb ik weer nagelopen. Ja. Weer in de lamp. Ja. Toen ben ik met, Supreme, of met Prep Wipe ben ik eroverheen gegaan. En kwamen deze vlekjes ook weer vrij van pigment. Ja, okay. En dan heb je eigenlijk alles wel schoon. En dan krijg ik van Aleta nog een goede vraag. Meng jij elke keer de mix Whitest White met de liner gel wanneer je het nodig hebt? Of heb je een potje voorgemengd in de salon? Nee, oh, dat is wel een goeie trouwens. Nee, ik mix dat wel elke keer zo op mijn palet. Ja, je bent gewoon natuurlijk een mixer, maar het is wel handig als je gewoon, ja. Ja. Ja, dat is wel een idee. Misschien moet ik dat maar eens in een potje al voorbereiden, ja. Maar ja, het is kleine moeite. Het is druppeltje hier, daar, dan ben je eigenlijk klaar. Ja. Oké, okay, die hebben we dan gehad. Nou, toen dacht ik eigenlijk, is het wel leuk om misschien nou dan mijn bijtje te gaan laten zien? Ja, laat zien. Ach ja, die is toch... Ik vind bijen in de zomer niet fijn. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja, en dit is dan weer heel erg leuk. Als je, nou, hier zou ik dus pink zou ik weer zwart doen. Misschien dat ik twee van deze designs zou dragen. Ja. Of dat ik hier pink-zwart, dit design en dan de ochre yellow op middel en wijsvinger en dan op mijn duim zou ik weer zwart doen, want ik hou van zwart. Ja. Ja, ik denk dat wel heel leuk is. Ja, die wil ik graag laten zien. Is dit handpainted of is dit stempelen of is dit een combi? Of? Nee, het is een keertje allemaal handpainted. Oké, cool. Nou, ik zit er klaar voor. Ik heb mijn vingers aan de knoppen. Oké dan. Goed, ik had deze natuurlijk al voorbereid.
Maar ik heb nu de plaklaag nodig van mijn Whitest White Gel Polish. Dus ik doe er een heel dun laagje even overheen. Want ik wil in de plaklaag glittertjes leggen. En nu hebben we die al op de pijn, die glittertjes? Welke? Die kitjes. Die komen met het kortingsweekend. Op 6 en 7 juni gaan we die lanceren. Oké. Ik krijg namelijk hele leuke kitjes binnen. Met kleine glittertjes. Maar goed, je zou ook gewoon glittertjes kunnen pakken. We hebben ook een hele mooie gouden spray. Glitterspray. Ja. Kun je ook doen. Gouden glittertjes. Ik pak even een fanbrush. Heb ik die hier nog? Beetje om die onderlaag. Beetje op te leuken. Ja, even kijken dat ik het goed in beeld heb. Ja. Oh, sorry. Ja, ik zat ook helemaal uit beeld. Huh. Een hologram glitter gebruik je, hè? Ja. Je kunt je gel polish, de plaklaag echt gebruiken. Ik leg hem nu dus in een natte gel polish. Ja. Puur omdat ik ben vergeten om hem in de lamp te doen. Oh. Maar goed, het kan wel. Ja, moet je alleen wat minder hard duwen, denk ik. Ja, even heel voorzichtig. Maar normaal, dan doen we hem eerst in de lamp. En dan leg ik op de plaklaag van die kleur de glittertjes. Ik was iets te enthousiast. Zo. Ja, dat is wel leuk. In de lamp. En nou pak ik glass polish. De yellow. Een ombre penseel. Ja. Maak ik heel even schoon. Dat ombre penseel maak je dat ook schoon met base and top? Ja. Eigenlijk al mijn gel penselen maak ik altijd schoon in een schone druppel base and top. Ah. Zo. Want ik wil nou... aan de linkerkant, dus echt over mijn glitters, wil ik die kleur. Maar ik wil ook dat het heel mooi zachtjes uitloopt. En daar gebruik ik dan mijn ombre penseel voor. Zou je ook met je detailer 3 kunnen doen hoor. Heel voorzichtig. En nu neem je wel een beetje base top. Heel klein beetje. Dan gaat het vervagen namelijk ietsje makkelijker. En echt met deppende bewegingen laat ik hem echt in het witte verdwijnen. Wat misschien een leuke anekdote is, toen deze binnenkwam, toen zei Gillian dat het zo geweldig was, omdat het leek op honing. Ja, ja, maar dat vind ik ook echt. Het lijkt ook echt op honing. En dat komt nu wel echt tot zijn recht. Het past ook echt bij een bijtje dan, hè? Goed, dit ga ik aflakken. Nadat hij uit de lamp is gekomen met extreem matte top. Want hier zometeen ga ik dan met liner gels ga ik hierop schilderen. Ik ga nog dat honinggraatje ga ik schilderen. Mm-hmm. Dus ik pak een beetje liner gel white. Maak heel even mijn palet schoon. Want ik wil nu echt met liner gel schilderen. Extreem mat. Ja, het is zo echt heel grappig, hè? Ja. Ja, ik vind het altijd wel leuk, weet je, een bijtje kun je dan wel schilderen, maar die ondergrond moet ook ja, iets vertellen, vind ik dan, in een design. Als je maar een klein bijtje dan schildert. Daarom vind ik stempels ook zo leuk, maar dan moet je wel ook iets leuks met die ondergrond doen. Of die stempel gewoon iets opleuken, door hem iets groter te maken, met een handpainting eromheen. Mm-hmm. Een design moet altijd een verhaal vertellen, vind ik. Mee eens. Liner gel white heb ik nodig. Liner gel black heb ik nodig. En ik ga zo nog een mixkleurtje maken van mijn glass polish. Ga ik weer mixen. Geel. Ja. En de pink. Ik pak een beetje liner gel.
En een beetje zwarte liner gel. Dit vind ik ook echt zo ideaal aan deze ja. tip. Dat hebben we gezien Julia van bij Julia. Dat is ja. echt gewoon geweldig. Echt perfect. Je kunt daarna een mooie silicone tool echt perfect weer schoonmaken. Ik deed eerst altijd met oude penseeltjes. Echt heerlijk. Oké, ik ga beginnen met de ondergrond, dus met de honinggraatjes. Honinggraatjes zijn, ik begin wel gewoon. Ik kan wel een heel verhaal vertellen. Het zijn 6 hoeken, hè? Ja, ja. En ik wil hem een beetje... dat ze wel gelijk zijn aan elkaar. Daar hou ik me eigenlijk een beetje aan vast. En als je dit lastig vindt met alleen liner gel, dan kun je dit ook prima met die mix weer doen. Wat Linda doet. Ja, Natasja Jongman vraagt, is liner gel dikker dan gel paint? Ja, dat is wel echt dikker. Hè? Het is meer een pasta. Ja. Een kleurpasta. Ja, nou ken ik gel paint niet echt. Ja, dat is toch volgens mij wat vloeibaarder. Oké. Ja, het is wel wat... Ja, misschien kun je het laten zien, dat Natasja het herkent. Ik denk wel dat het wat dikker is. Is dat goed te zien? Ja, het is een beetje vaag, maar... Nou, misschien op camera 6. Wacht even, kijk, zo zie ik het. Het is echt wel... Hij breekt echt. Ja. Het is wel echt pasta-urig. Ja. Nou is het ook zo dat de liner gels op een totaal andere manier worden gemaakt dan traditionele kleurgels. Omdat er wordt ander pigment gebruikt en het pigment wordt er echt doorheen gewalst, zeg maar. Dus een hele andere technische achtergrond. Nou ja, dat kan ik dan weer toevoegen. Dat is altijd interessant. Heb je nou een bepaald aantal van die honingraadjes die je wilt maken? Of zeg je van, nou dat doe je een beetje op gevoel? Ja, een beetje op gevoel. Ik heb natuurlijk hier ook wit, dus daar ga ik eigenlijk niet om. Het is puur om mijn geel een beetje op te leuken. En ik laat hem er ook echt van aflopen. Maar ze moeten dan wel, vind ik, dan wel perfect gelijk zijn. En dit doe ik zo meteen dan in de lamp. Ja. En dan ga ik die vakjes ga ik kleur geven. En dat doe ik dus met die mix... van die glass polishes wat ik net liet zien. Oh, ja. Want als je roze met geel mixt, krijg je oranje. En dat vind ik dan leuk om die vakjes dan net even iets meer kleur te geven. Kijk, en hier stop ik dan halverwege, omdat ja. hier mijn bijtje toch komt. En de laatste... Ja, en liner gel loopt ook echt niet uit, hè? Nee. Al ga je nu even een half uurtje iets anders doen, ligt het er precies zo als je terugkomt. Nee, dit blijft echt gewoon lekker liggen op zijn plekje. Kijk, en als je dit dus met de Cerise Sweeties zou doen, dat gaat echt in elkaar lopen. Dus perfect. Ik hou van liner gel. Misschien dat deze nog... Dat bijtje zou hier ongeveer komen, dat het lijntje nog even doorloopt. Die naar beneden. Kijk, dat is het probleem, hè? Die nog. Zo, oké. Okay. Doe ik even 30 seconden in de lamp. Dan ga ik even mijn mixje maken. Ja. Door mijn geel. Krijg je echt een hele gave kleur oranje. Eigenlijk kun je ook echt zoveel kleuren maken met de glaasbolletjes die je hebt. Ja, zo leuk. The sky is the limit, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. Ik leg overal druppeltjes neer. Ik focus me echt aan één... kant van het honinggraatje.
Ik rol mijn penseel leeg. En blend hem uit. Zodat bovenin net iets meer oranje zit. Vind ik wel een leuk speels effect geven. Ik krijg voor de tweede keer van de vraag, zijn de nieuwe kleuren Gel Polish Limited Edition van Anna Kuiper? Ja, dat klopt. Die zijn Limited Edition verkrijgbaar van aanstaande woensdag. Zowel bij ons als bij onze distributeurs. De 6 Summer Cocktails en natuurlijk de Majestic Blue. Jij bent even aan het uitharden, denk ik. Nou ja, mijn design. Ik ben op zich wel aardig uitgehard. En daarna ga ik met Wijnetje. Ja, hallo. Ik probeer ook de comments bij te houden en te schakelen en na te denken. Dus doe je heel goed. Ja, echt. Maar af en toe zeg ik wel wat geks. Ik snap je. Zo. Dan ga ik met mijn beetje beginnen. Ik begin met mijn zwarte Wijnetje. Ik schilder het allerliefst met mijn detailen 3. En ik ga eigenlijk het hoofdje, de voelsprietjes, de vleugeltjes, die doe ik met omleiding. Maar ik laat eigenlijk in het lijfje heel bewust al banden open. Die ga ik strakjes in schilderen met wit. Mm-hmm. Want op wit komt de kleur natuurlijk wel knaller naar boven. Want die ga ik weer inkleuren met die mix. Hè, met een beetje met gele glass polish en met die mix oranje. Die we net hebben gemaakt. Oké. Nou, even kijken naar mijn design. Dan wil ik hier ongeveer mijn bijtje hebben. Dus ik begin met het hoofdje. En dan maak ik gelijk aan de zijkanten iets rechter. Dat is dan het begin van de oogjes, zeg maar. Robin is aan het kijken en die stuurt een kusje. Ah, kusje terug. Dat is mijn man trouwens, voor de mensen die het niet weten. En dan hou ik gelijk al even ruimte over. Hier komt een witte band of zometeen een gele band, hè, aan het einde. Dan ga ik hier en ik ga nu ook echt een beetje slordig schilderen. Want dat bijtje heeft natuurlijk allemaal kleine haartjes op zijn lijfje. Ja, dus dat geef je nu al aan, zeg maar. Ja. Dan hou ik weer een baan vrij. Ja. Ik ga zo meteen ook, mijn lijfje loopt ook een beetje zo. Dus ik begin ook. En doe ik eigenlijk ook weer een beetje die streepjes. Zo. Dan pak ik mijn Jessica's Choice voor de voelsprietjes. Die komen. Jullie worden nog een aantal keer gefeliciteerd trouwens met jullie zoon natuurlijk. Oh, dank jullie wel. Zo. Nou ga ik vanuit hier komen 2 vleugels. Die ga ik hier al opmaken. In ieder geval de outlines. En die vleugels die stoppen in het zwart. Dan ga ik natuurlijk echt over deze honingraten heen. Ja. Maar die schilder ik zo meteen weer in met Liner Gel White. Dus dat valt dan helemaal weg. Cora zegt tussendoor, de Liner Gel Gold moest ik wel goed doorroeren. Kleur was naar beneden gezakt. Ja, dat moet je elke keer doen. En dat komt natuurlijk omdat het metaaldeeltjes zijn. Hè? Want het is verrijkt met echt goud en ook met echt zilver. Mm-hmm. En dat zakt een beetje naar de bodem. Dus dat moet je iedere keer opnieuw omhoog kloppen. Ja. Ik heb nu al de neiging om de pootjes ook al te doen. Maar ik denk dat dat op beeld dan niet heel duidelijk is. In mijn hoofd wel. Maar het moet duidelijk zijn voor jullie, hè? Dus daar wacht ik even mee. Ik ga even naar het wit en daarna weer terug naar het zwart. Maar goed, als je in je hoofd al ziet wat je gaat doen, dan was ik nu gewoon lekker doorgegaan en straks al het witte er weer tussen mixen.
Maar goed, jullie moeten het ook snappen. Ik heb meerdere detailen drie's. Dus ik laat mijn zwarte detailen drie daar gewoon even liggen. Als je tussendoor, dan moet je hem wel even weer schoonmaken met je bezemtop natuurlijk. Om al je zwarte pigment uit je penseel te krijgen. Line it gel white. Dan doe ik eigenlijk weer ook die veegjes, wat ik net ook met dat zwart heb gedaan. Dat is de eerste band. Dan kan ik gelijk het vleugeltje ook inkleuren. En dat onderste vleugeltje. En aan die kant ook. Nou, Cherisa zegt, ik zie die bij al. Ik zou hem alleen maar druk maken of die recht staat. Oh, op die nagel. Hij staat toch scheef? Ja. Wendy Kuhn zegt, ik vind het sowieso wel knap om een bij voor je te zien. En het dan gewoon even flats erop te zetten. Bats. Joyce zegt, hoe verzin je het elke keer? Hartje zo mooi. Het probleem is dat ik zoveel dingen verzin. Dat het echt wel eens voorkomt dat ik dan denk, hoe deed dat ook alweer? Dan moet ik echt even voor gaan zitten dan. En Wendy reageert, of tenminste Cherisa weer reageert op Wendy en ze zegt, natuurlijk, niemand ziet dat. Alleen Jess. Oh. Nou, daarom is het maar goed dat ik gestopt ben en dat ik zo meteen die zwarte pootjes doe, want dan had je het weer niet gesnapt. Inderdaad, ik moet dat echt, ik denk daar soms heel erg makkelijk over, dat iedereen dat zo ziet. Maar dat is dus niet zo, hè? Maar ik hoop wel dat het duidelijk is, toch? Ja, het is prachtig. Oké. Okay. Zo. Nou ga ik dit in de lamp doen. En nu ga ik dan terug naar mijn zwarte pootjes. Dan heb ik in ieder geval alle lijntjes erop staan. En dan gaan we kleur toevoegen. En dat doe ik met die mix wat ik net heb gezegd. En ik pak de Cyan Blue, de lichte blauwe is dat, glass polish voor de vleugels. Want die hebben ook altijd een beetje blauwe gloedje. Kun je ook prima doen met een gel polish en die weer transparant maken, hè, met bezemtop. Dat kan ook perfect. En datzelfde geldt voor het lijfje. Het is maar net wat je voor handen hebt. Ik doe heel veel met gel polish tegenwoordig. Oké. Ik heb mijn penseel weer gepakt voor de liner gel, black. En nou maak ik een paar pootjes. En het zijn eigenlijk, ja, noem je dat? Het zijn geen lijntjes, maar... Ja, hoe zeg je dat? Help even, Pepijn. Een soort kommaatjes? Ja. Druppelachtig, het hangt er een beetje tussen. Ja. Het is gesegmenteerd opgebouwd in ieder geval. Oeh, je hebt losse segmenten. Is mooi. Gesegmenteerd nou, opgebouwd. Nee, okay, echt. Dankjewel. Ja, maar dan snap je het gewoon gelijk. Ja, gesegmenteerd opgebouwd. Dus eerst de biceps, zeg maar. Mm-hmm. En dit is dan het handje. De onderarm en de biceps. Ja. Oké, okay. Hierachter komt nog een heel klein handje zo. Tjoek. En dat doen we hier dan. Ah, hier valt hij af. Nou, dat scheelt weer. Hier, achterpootje. Doen we ook. Dus we beginnen iets dikker. Dijbeen. En dan het kuitje. Ja, het wordt echt verrassend realistisch, hè? Ja, hè? Ja, echt cool. En het voetje. Oké. Okay. Ja. Nou, deze kant ga ik wel de illusie creëren dat hij nog wel een pootje heeft. Maar hij valt eraf, dat scheelt weer. Monique de Ruiter zegt, een bij met biceps. Die hou ik erin. Maar je snapt me gelijk, toch? Oké. Pak alvast een heel klein druppeltje, want dat hebben we echt
zo weinig van nodig. Ja, toch wel die. Zo. Dan ga ik eerst in een druppeltje bezemtop mijn penseel weer schoonmaken. Ik had hier natuurlijk nu nog wat zwart aan. En ik ga nu met witte lijnengel werken. Want ik kan nu gelijk al... Ja, en yes zou yes niet zijn. Kleine highlightjes. Voor die oogjes. Geen haar in beeld, hè? Nee, oké. Okay. Nee. En natuurlijk highlightjes op de pootjes. Zo. Nou, dat is het voordeel van lijnengel. Dus ik kan nu gewoon lekker door. Ik hoef dit niet te flash curen, want ik wil hier nou nog ietsje meer dat haargevoel geven. Dus ietsje meer kleine streepjes aan dat bijtje geven. En aan de onderkant ook. Dus ietsje meer over dat zwarte, dat je echt gewoon... Meer pluizig. Ja, het is heel wollig. Ja. Ja. Dat wollige gevoel. Oké. Nu kan die kant. Nou, Medipost net... Dit geloof je niet. Jaap laat de hond uit met zijn telefoon in de hand. Kijkend naar de uitzending. Wat geweldig. Dan moet hij wel een beetje op het verkeer letten natuurlijk. Maar dat doet hij ook wel. Ja. En er wordt gereageerd dat ik heel goed woorden kan vinden. Ja, nou ja, ieder zijn ding hè. Ja. Moet je maar denken. En hoe? Hè? Ja, nou ja, soms gaat het iets te ver. En Natasja Jongman heeft gezegd, ja, zo heb ik ook net mijn jongste naar bed gebracht. Ik zie het al voor me hoor, met de telefoon in de hand en nu naar bed. Oh, wat herkenbaar. Oké, die haartjes die ik net met dat wit heb gedaan, dat wil ik ook bij mijn zwart. En dat hoef ik eigenlijk alleen maar bij deze onderste kant te doen. Mm-hmm. Want die groeit dan weer iets over dat witte heen, hè. En aan die kant. Dus ik trek hem echt, ik begin net even op het zwarte. Mm-hmm. Ik trek hem dan echt met dat puntje, heel lichtjes. Nou, ik krijg echt wel zo'n heel wollig gevoel nu. Ja. 30 seconden. Ja, terwijl die in de lamp zit, zal ik alvast even vertellen dat op dinsdag 2 juni, als je pas later bent ingeschakeld, hebben we weer een live uitzending. Dinsdag 2 juni om 8 uur. En dan ga ik samen met Shiriza live. En dan gaat zij laten zien hoe je de Modern Element nagel maakt. Met inlay, reverse techniek, mooie kleurcombinatie. En dan gewoon helemaal van A tot en met Z. Hoe pak je dat nou aan? Wat doe je en hoe moet je dat nou het beste doen? Dus dat is dinsdag 2 juni. Genoteerd. Ik ben erbij. Hartstikke leuk. Nu ga ik mijn wit kleur geven. Dus dat mixje hè, die ik nou op mijn palet nog heb liggen. Van dat gelige, oranjige. En nou, daar kleur ik eigenlijk de eerste band mee in. En
kan mijn tweede band ook al kleur geven. Het kontje, het bibsje, die doe ik een andere kleur. Die wordt een beetje grijzig. En dat ga ik zometeen met liner gel. Ik mix die twee, zwart en wit, en dan krijg je ook grijs. Dit is wel echt heel vet, hè, Jess? Cool, hè? Ja, want dat klein beetje geel maakt meteen baf. Ja. Het is echt wel te doen, toch? Even 30 seconden. En dan ga ik de vleugeltjes kleur geven. Dat doe ik dus met die cyan blue. De hele mooie kleur gel polish, of glass polish. Jolanda zegt, Jessica, je bent echt een kunstenares. Geweldig. Ah, dankjewel Jolanda. Super. Wendy zegt, ik ben spontaan niet meer bang voor bijen. Ik ook niet. Angelique zegt, zo blij met deze gezelligheid. We hoeven niet af te kicken. Ah, inderdaad. Leuk. Mee zegt, wat een gaaf bijenkind. Sherisa heeft er zin in, gezellig, leuk, ja. Oogjes, hartjes, alles. Ja, ik heb er ook zin in. Wij missen dat natuurlijk ook, hè, die lives. Dus ik leg even in het puntje van mijn vleugeltjes die kleur. En ik rol mijn penseel leeg. En trek hem dan de andere kant op. Wat lach je? Nou, nu wordt er gezegd tegen Melissa, want die is aan het strijken terwijl ze aan het meekijken is. Oh. En zo ben je er toch bij. Goeie woordspeling. Dat zou Robin Padberg ook heel erg goed kunnen. Die is ook van de woordgrappen. Ik weet niet of die nog kijkt. Doe ik ook aan de andere kant. Een beetje kleur geven. Niet te veel. Heel mooi zacht. Nou, dit doe ik ook weer even in de lamp. Zo. En Monique Duifje zegt, na al die lives ben ik overstag gegaan. Ik heb de glass gel polishes besteld. Als ze binnen zijn, ga ik deze proberen. Linda Magnetic heeft echt afkikverschijnselen. Ja, heel herkenbaar, Lin. En Jaap zegt over de live met Sherisa, ik ben erbij, want dat is je specialiteit. En ik weet dat je het heel kritisch bent en ook heel goed kunt uitleggen. Ja. En Marit zegt, sorry, ik was te laat, eerst verjaardag gehad, kijk later even terug. Al veel gemist zie ik, ja, heel veel. Het ziet er weer prachtig uit, as usual. Thank you, dear. En Robin Padberg zegt, als ik niet kijk, wordt het homeless. Dat is de winnaar. Echt. Hij kan dat. Even kijken. Ik heb al een beetje gemixt. Zwarte liner gel met wit. Ja. En dan krijgen we grijs. Dan ga ik die haartjes die we net hebben gemaakt, maar dan met grijs. Dat kontje. Is dat goed te zien op camera? Ja. Jawel. Ja, ik vind het heel ingenieus hoor, want het maakt echt wel een verschil dat je die onderste haren dat grijs maakt. Ja, het is net even ietsje, ja, zo. Oké. Nou, dit is dus ook weer die liner gel, dus ik kan gewoon lekker door. Dat kan wel blijven liggen, dat hoeft niet tussendoor te curen. Niet nerfjes, hè, op de vleugeltjes, die moeten er nog op. Dus dat doe ik nu. Dunne lijntjes. Die nerfjes zijn natuurlijk niet echt een bijzaak, hè? Hou op met me. Nee, inderdaad. Zo, en het onderste vleugeltje, die valt een beetje weg. Ik doe alleen één streepje op. Misschien hier nog een klein extra lijntje. Nou, ook weer de andere kant. Nou, er zit maar een half vleugeltje.
Femke zegt, ik heb in mijn telefoon een hele bladzijde vol met tips van jou, Jessica. Oh, echt? Echt zo praktisch, super blij mee. Oh, dus dat is echt heel leuk. Wat leuk om te horen. Heuren, wou ik zeggen. Superleuk, daar ben ik echt heel erg blij om. Nou. Oké. Mijn bijtje is eigenlijk wel ready to go. Ja. In de lamp. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat je bijtje iets hoger ligt, hè, dan je ondergrond. Mm-hmm. Dat kun je voorkomen, of eigenlijk weer egaliseren, door twee laagjes top te plaatsen. Ik doe dan de bezem top als eerste kleur en daaroverheen de extreem mat. Want wederom, ik wil een matte ondergrond en ik wil mijn vleugeltjes laten glanzen. En dat kun je doen met Supreme Finish natuurlijk. Maar je kunt er ook voor kiezen om ze nog iets op te hogen. En dat zou je kunnen doen met de UV Top Gel uit de pot. Of Gemstone Gel. Dat is ook heel erg leuk. Kun je ook iets meer bouwen. Alleen de Gemstone Gel heeft een plaklaag. Als je die verwijdert, wordt die dus ook mat. Dus dan zou je die vleugeltjes, als je het met gemstones zou doen, nog even met je Supreme Finish weer over moeten schilderen. En dan, dat is ook een heel leuk effect. Ja, ik krijg nog een vraag van Mieke. Jij zegt, ik wil graag bestellen, maar je krijgt geen prijzen te zien in de webshop. Dat klopt, de webshopprijzen zijn gesloten. Maar je kunt wel een webshop login aanvragen. En als je dat doet, krijg je morgen een login toegestuurd door mijn collega Talita. En dan kun je op dat moment de webshop in en ook bestellen. Vond je dat een beetje lastig, kun je mij ook gewoon even een pb'tje, een messengerberichtje sturen met je gegevens en dan zorg ik ervoor dat het morgen in orde komt. Dus gewoon naar mij of via de webshop die login aanvragen en dan krijg je morgen toegang en dan zie je alle prijzen. En ook Jamie, die heb ik al eerder geholpen deze week, of vorige week is dat drie weken geleden. En zij zegt, nou, dit is de eerste keer dat ik met Magnetic producten nagels heb gezet en ze is helemaal om, ze vindt het helemaal super, helemaal leuk. Nou, dat is fijn om te horen. En Wendy zegt, hij is zo gaaf, yes. En Michaela Taribuka, I love handpainting. Supermooi, Jessica. Dank jullie wel. I love handpainting too. Oh. Nou is die glanzend. Ja. Dit is dan die base and top die ik er overheen heb gedaan. Ook heel erg leuk. Als die glanst, hè. Je glittertjes komen dan nog niet, iets meer naar voren natuurlijk. De base en top. Ik doe wel de Supreme. Mm-hmm. Even mijn penseel schoon. Geen pigmentjes erin. Zo. Dan heeft hij natuurlijk twee vleugeltjes. Ja. Dus ik ga eerst dit vleugeltje inkleuren. Of een druppel inleggen. Ik leg hier een grote bol. En dan trek ik hem eigenlijk met het puntje van het penseel naar het lijfje toe. Zodat hij hier meer volume gaat krijgen. Dan doe ik hem in de lamp. En dan doe ik pas het onderste vleugeltje. Want dan hou je ze gescheiden. Anders gaan ze naar elkaar lopen. Dus die druppel leg ik daar. Ik wil hem ietsje groter. Puntje. Je kunt hem ook nog even op de kop houden. Gaat hij namelijk iets meer volume krijgen. En dan leg ik hem even in de lamp. En dan pak ik het volgende druppeltje. En ik hard hem nou niet volledig uit hoor. Even flashcure. Maar dan weet het druppeltje wel waar die moet blijven liggen. Kijk, maar dan ligt hij wel iets erop. En als je dit eng vindt, kun je dit natuurlijk ook met een ander penseel doen. Hè? Iets kleiner penseel. Cherisa zegt, ik moet nog even nadenken wat ik op mijn nagels wil, als Jess binnenkort mijn nagels gaat doen. Ik denk dat ik het weet, wink wink, met een zo'n heel erg lachende smiley. Zwart? Ik
En mijn andere vleugeltjes. Nou ja, ook die vallen van mijn nagel af. Dus die kleur ik echt gewoon glad in. En dan, als je helemaal klaar bent, dan doe je 1,5 minuut je design helemaal uitharden. En dan is je design af. Op zich dan wel redelijk snel gedaan, toch? Ja, het is goed, nog wel goed te doen, ja. 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 Nou, en hoe kom ik nou op bijtjes? En sommige dingen zitten niet in mijn hoofd. Of hoe zit het ook alweer? Heeft hij nou 3 banen of heeft hij nou 2 banen? Of hoe zien die vleugels eruit? Dat soort dingen zoek ik dus ook altijd op Pinterest, op internet. Ik had nu een print met 6 verschillende bijtjes had ik Ja, dat was inderdaad ook een discussie. Is het nou een bij of is het een hommel? Is het een honingbij of is het een hommel? Ja, kijk, zo ver ga ik niet. Dat. Nee, maar Jaap zegt, ze komen alle twee uit dezelfde familie en komen in meerdere varianten inderdaad voor. En maken alle twee honing. En Shiriza zegt nog, Jess denkt, sluit maar achteraan de rij. If you do me, I'll do you, Siris. Ja, cool, heel mooi. Ja, ik vind dat wel heel erg leuk, dat de vleugeltjes dus glanzen. En deze had ik dan thuis voorbereid. Ja. Nou, het is 9:30, Pepijn. Ja, leuk hè? Ja, vindt het allemaal nog leuk? Ja, we zitten nog steeds op rond de 120 kijkers. Ik moet aandelen hebben van Pinterest, lees ik. Ja, dat lees ik ook, ja, nu net. Ja, misschien wel, ja. Ik zit er wel heel veel op, ja. Ik hou echt van Pinterest. Ja, ik was hier dus ook mee bezig. Op een gegeven moment dan zit mijn hoofd zo vol. Ik dat kan dan niet meer nadenken. Ik denk, oh, dat is leuk en dat is leuk. En hoe zou dat zijn als ik dat probeer? Ja, dus ik dacht, ik moet op een gegeven moment stoppen. Dus ik heb nou nog maar 1 design voor jullie. Ja, de laatste, hè? Ja, de laatste, maar wel de leukste. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zijn allemaal leuk, hè? Dit is een design die heel erg kleurrijk is. Mijn leeuw. Deze. Ja, die is wel echt heel vet, hè? Ja. Kijk je gewoon echt aan. Ja. Ja, die heb ik ingekleurd met alle nieuwe gelpolishes. Over die nieuwe gelpolishes gesproken, Jess. Vertel. Laten we even kijken naar de commercial, dan kan jij je producten, je flesjes open doen. Ja. Supermooi, hè? Nou, mensen zijn ook heel benieuwd hoe je die leeuw gaat maken. Ik ook. Nee hoor. Jaap zegt, wauw, die is echt mooi. Mee zegt, oh, die is mooi zeg. Zo gaaf. Femke zegt ook, zo gaaf. Nou. Ja, ik was nog wel bang. In mijn hoofd zie ik dingen. Maar hoe krijg ik dat dan duidelijk voor de kijkers thuis? Ja, zichtbaar. Dus ik begin mijn leeuw met een schets. Dat doe ik gewoon met een potloodje. En dan het inkleuren is gewoon een kloddertje hier, een kloddertje daar. Het is niet gezegd dat bij het neusje ook echt roze moet. En blauw aan de rechterkant of zo, ik noem maar wat. Gewoon wat je leuk vindt. Nou zijn deze kleuren wel echt geweldig, omdat die super fel zijn. Maar je kunt ook je leeuw een beetje de natuurtinten geven. Of juist alleen maar roodtinten, bruintinten. Dat is ook super vet. Nou, en dit vind ik dan weer heel erg leuk, om een van deze kleuren naast die leeuw te dragen. Even kijken, heb ik ze allemaal? Ja. Oké, ik begin met een potloodje. Mijn ondergrond is Whitest White Gel Polish. En hier zit een matte
top overheen om mijn ondergrond ruwer te krijgen. Als je dit te glad vindt, omdat je hier met een potloodje op gaat tekenen, kun je hem altijd ook, je whitest white, gewoon met een whiteblok opruwen. Dat je ondergrond iets groffer wordt, iets ruwer. Dat kun je ook prima doen. Dan begin ik met de lijntjes van mijn leeuw. Dus ik begin met het neusje. Dat is het midden van mijn design. En vanuit daar ga ik dan naar beneden toe om het bekje te doen en de ogen. Oké. Dus de bovenkant van mijn neus. En gebruik je daar nog een bepaalde hardheid in potlood voor? Nou ja, de HB doet het wel heel erg lekker. Mm. Maar dat maakt niet zo heel veel uit hoor. Oh, ik dacht gewoon een vraag om interessant te doen. Erg interessant, Pepijn. Neusje. Naar beneden. We hebben hier Femke van de Snapschuit zegt, mijn niveau van handpainting. Ik lak de nagel zwart en verkoop het als een leeuw in de nacht. Die vind ik leuk. Zo, en dan hier ongeveer. En dit is echt een schets, hè, want hier ga je allemaal nog weer overheen. Maar dit is voor jou een guideline. En hier de ogen. Ja. Oké. Cool. En nu inkleuren. En een kloddertje hier, een kloddertje daar. Dus nu gaat het een beetje slordig worden. Maar kom goed. Hebben wij niet ook een stempelplaat met een leeuwenkop? Of een tijgerhoofd? Ja. Dus die zou je ook nog kunnen gebruiken? Ja, alleen is die niet full cover. Die zijn ook niet full cover. Dan ga je hem daarna een beetje inkleuren. Ja. We hebben wel stempelplaten met vrouwengezichten. Daar zou het misschien ook wel heel erg tof mee zijn. Ja, dat is trouwens ook een leuk idee. Ja. Ja. Oké. Okay. Lesje begin. Onderling mix ik dus ook wel eens kleurtjes, gel polish door elkaar. Ik begin eerst met mijn geel, puur omdat ik daar geen smoetsigheid in wil. Dat het lekker knalliwalli blijft. En het is echt een druppeltje hier, een druppeltje daar. Wat vind ik leuk, waar wil ik geel? Misschien hier nog een beetje. Ik rol hem af. Als je het eng vindt, ga je tussendoor in je lamp. Omdat gel polish natuurlijk wel loopt. Ik pak meestal, als ik de derde kleur heb gepakt, dan doe ik hem heel even in de lamp. Misschien hieronder een beetje. Nu pak ik mijn paars. En dan doe ik hier een kloddertje. Hier zijn ook hele mooie prenten van, echt in posterformaat, die je kunt bestellen. Zag ik laatst. Kleurrijke animals. Het is echt heel erg gaaf. Monique Duifje zegt, sinds ik bij jou de cartoonles heb gevolgd, heb ik standaard een potlood in mijn penselenbakje. En Brenda zegt, die kleur spat echt van mijn scherm. Ja. En dan komt Natasja Jongman nog met een idee. Overtrekken met gelpaint op je scherm van je phone, stempel eroverheen en op de nagel zetten. Dan verder uitwerken. Werkt super. Wat? Nog een keer? Ja, overtrekken met gelpaint op het scherm van je telefoon. Ja. Stempel daarop zetten en dan op de nagel zetten. Dan pas verder uitwerken. Werkt super. Wauw. Dat moet ik gaan proberen. Ja, ik ga dat even teruglezen straks. Klinkt interessant. Ja, Natasja, heb je dan een screenprotector op je scherm zitten? Of doe je er iets op? Want ja, ik zou het zo erop zetten namelijk. En ik weet niet of het er dan nog afkomt. Ik heb hem ondertussen even in de lamp gehad. Ja.
Ik had wel heel erg weinig van mijn lossen. Ik zie Linda, nee, die moeten gewoon fel, yes? Wat moet gewoon fel? Ik ga kijken. Ik denk dat jij... Nee, weet ik niet. Ik ook niet. Nee. Ik zag Brenda zeggen dat ze wel een skul van mij wil. Ja, als jij en Cherise elkaars nagels gaan doen, ja, dan is het de bedoeling dat jullie dat natuurlijk moeten gaan doen. Ja, en ja, dat je dan nog wat tijd hebt voor een leuke skul bij Brenda. Ik heb altijd tijd voor een leuke skul. Daar maak ik tijd voor. Dit is trouwens de Bloody Mary. Moet je kijken wat een ontzettende, coole, felle, heftige, kinky kleur dat is. Die is zo mooi. Ja, alle kleuren zijn echt... Tijdens het IDM had een van onze collega's, Anouk, deze op haar nagels. Want toen was waren we hem aan het testen. En toen was echt de een naar de ander wilde die kleur hebben. Dus dit is ze. Ja, dit wordt zeker wel one of my favorites straks, hoor. Echt. Hij knalt echt de pan uit. La 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 la. Dit is echt gewoon, dat vind ik wel leuk. En daar komt een kleurtje. Ja, nou, dan ga ik nu wel naar mijn blauw. Oh ja, ik moet er oogjes natuurlijk ook kleur geven. Natasja Jongman zegt, nee, gewoon zo op je scherm lakken, daarna je design oppakken en je scherm weer schoonmaken. En natuurlijk niet uitharden. Dat maakt natuurlijk het verschil. Wat slim! Ja, ga er maar mee aan de gang. Ja. Woensdag hebben we Nail Talk Live, dus... Die blauw heel slim, maakt bedankt voor de tip. Die blauw maakt het wel echt heel cool, hè? Ja, die blauw die vind ik echt wel... Ja, nou weer dat grondverhaal, hè, waar ik het net over had. Weer een donkere kleur ernaast leggen. Ook een beetje zo, tjoek tjoek. Een beetje onder die mond, hè. Hier ga ik straks ook schaduw aanbrengen. We hebben nog geen groen gehad. Laten we die dan hier doen. Ook hier ga ik straks nog weer haartjes over aanbrengen. Dan wil ik hierboven natuurlijk ook van een mooie groen. Beetje tegen die andere kleur aan natuurlijk. Ik hem hier een beetje opvullen. Ik kan alvast. Ik ga nu een druppeltje van die groen door mijn blauw halen. Dan wordt hij wat lichter blauw. Beetje daar, onder het oog. Daar misschien een beetje. Nou, doe dit even weer in de lamp. En bijna klaar met alle kleurtjes. Zorg ook voor dat je niet te dik werkt, hè? Dus niet te veel volume. Even kijken. Maak nu een mixkleurtje met die... Ik moet de namen nog eventjes leren kennen. De Apple Martini. Dat is die... Iets feller, hè? Ja, de Apple Martini met de Bloody Mary. Dan krijg je een beetje een huidskleurgevoel. Zo. Daar nog een beetje het neusje. Tjoek. Dat is een leuke kleur. Ja, hè? Ja. Een beetje pastelkoraal. Ja. Die knalroze door die paarse. Hier het oog een beetje mee. Achter.
Nou, heb je allemaal gekleurd? Hier misschien nog een beetje. Knalliwalli. Tjoek. Nou, en als je dan overal je kleur hebt toegevoegd, al het wit verdwenen is, dan moet hij in de lamp. Maar we moeten de ogen natuurlijk nog inkleuren, hè? Deze wordt blauw. En ik hou mijn blauw door mijn geel. Want dan krijgen we... groen. Zo. Cool. Dit in de lamp. En als die dan is uitgehard, daarna cap je hem met je extreem matte topgel. Kun je ook met je bezemtop, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik hou namelijk wel van ondergronden die zijn opgeruwd als ik met masterpaints ga werken. Want dat ga ik nu doen. Dat is echt, ik hou van masterpaints. Pak ik even mijn papieren palet voor. En zwart en witte masterpaints. Maak alvast een mixje. Mee zegt, het is dat ik gezien heb wat het gaat worden, maar je bent mij nu even kwijt. Ja, snap ik. Dat komt goed. Verder worden er helemaal plannen gemaakt voor wanneer jullie elkaars nagels doen. Oh, echt? Ja, er moet een hotel bij komen. Linda komt er ook gezellig nog bij. Tuurlijk. Cindy Boekhout gaat als een vlieg aan de muur zitten erbij. ja, je weet nog lang niet hoeveel tijd Charisa nodig heeft om jouw nagels dan te doen. Dus ja, of er nou echt tijd is voor die skul. Dat vragen we ons af. Het wordt een pyjama party. Dus kortom, Natasja heeft een tutorial van die techniek op het scherm werken. En ze vraagt of we dat leuk vinden om te zien. Nou, dat is natuurlijk leuk om te zien, zeker. Tuurlijk. Dan willen ze er ook nog bonsai erbij, een groot feest. En dan zegt Charisa, dat was lekker. Ik weet niet wat, ik ken alleen bonsaiboompjes. Ja, heeft ze dat niet gepost vandaag? Uit die tijd. Dat is heel van vroeger. Toen we nog jong en wild waren. En Natasja Jongman zegt, net painting by numbers. Wait for it, en dan bam. Ja, dat klopt, ja. Ik had deze leeuw, heb ik al thuis gemaakt en heb ik afgelakt en is opgeruwd. Dus ja. Op deze ga ik nou verder. Maar ja, het is niet echt dat je echt heel veel verschil ziet of zo. Maar. En dan pak ik mijn Master Detailer. Where are you, darling? Ah, mijn penseeltjes, ja. Ik heb mijn nail wipe, heb ik nat gemaakt. Heb ik vochtig gemaakt met water. Want hierop rol ik eigenlijk mijn penseel schoon, maar ik vul hem ook tegelijk met water. Ja. Ook aan het einde van mijn design doe ik ditzelfde. Dus ik rol hem weer terug naar dat puntje. En dan zet ik hem weg. Dus zorg er altijd voor dat al je masterpaints uit je penseels zijn, voordat je hem opruimt. Masterpaints mix ik met water. En als je er heel veel water in mixt, dan heb je echt een perfecte substantie om schaduwen bijvoorbeeld, of in te kleuren. Er zit een stukje. Ik wil nu lijnen. Dus ik heb minder water in mijn mix. Want ik wil meer pigment. Ik wil strakke lijnen kunnen zetten. En ik doe dit met een oude cuticle pusher. Die geen cuticles meer kan pushen. Maar die is echt heel oud. Maar ik vind hem echt, hij doet niks meer. Ik heb hem echt al wel, ik heb geen idee hoeveel jaar. 20 jaar of zo. Maar met dit gedeelte mix ik eigenlijk altijd mijn verf. Ik vind dat zonde voor mijn penseel. Ja, zeker. Je verliest toch haartjes. Oké, nu weet ik natuurlijk nog wel waar mijn lijntjes zijn gebleven. Ik zie mijn neusje nog, dus daar begin ik. Met mijn zwarte masterpaint. Ik vul mijn penseel ook echt goed. En ik begin met het neusje. Je zou dit ook gewoon kunnen doen met liner gel bijvoorbeeld, hè?
als je dat makkelijker vindt. Zo. En dan trek ik die lijntjes iets door. Dan ga ik naar beneden. Even iets meer water in mijn penseel. En naar die kant. Zo. Hij gaat hier natuurlijk een beetje omhoog. En aan die kant ook. En ook weer omdat er nu zwart naast die kleur komt, knalt dat ook weer meer. Nu ga ik met mijn ogen beginnen. En ze lopen een beetje breed begint dat, hè? Een bredere zwarte streep en rond aan de bovenkant. Ik omlijn hem aan de onderkant. Ik trek hem een beetje rechter uit, want hij eindigt weer in een brede streep. Breng ik gelijk schaduw aan in mijn oog. En dat doe ik eigenlijk met een nat penseel. Dus mijn pigment is eruit. Dan krijg je ook gelijk dat de onderkant van je oog ook meer licht, als het ware, geeft. Nou, datzelfde doe ik aan die kant. Camera misschien een beetje lastig is. Nou, ik kan vanuit all over the shoulder laten zien. Oké. Okay. Dus begin ook weer met een brede streep. Trek hem omhoog. Omheen. En ik omlijn hem. Even mijn penseel afrollen. Dus er zit nou nog wel pigment in. En daarmee kleur ik de bovenkant van het oog in. Beetje het gevoel oogleden te hebben. Dus een heel klein streepje omhoog. Aan die kant ook. Nou, dan kan ik hier nog een heel klein die kant op laten lopen. Hetzelfde doe ik aan die. Tjoek, tjoek. De pupillen. Die laat ik eigenlijk halverwege verdwijnen aan de bovenkant. Dus ik maak niet echt perfecte rondjes. Dan krijgt je leeuw of je panter of je dier een beetje een verschrikte blik. Want als ik jou aankijk, dan kijk ik ook niet zo. Maar dat is. Nee, dat is een beetje gek als je dat doet, ja. Maar dat krijg je als je echt alleen rondjes maakt. Dus die halve cirkeltjes. En ze volgen ook echt de onderkant van je oog. Ja. Zo. Ga ik recht? Ja. Oké, natuurlijk. Kleine stippeltjes voor de snorhaartjes. En die lopen ook een beetje gebogen. Naar het midden van het snuitje. Dan kan ik al gelijk ook weer hetzelfde, die schaduw aanbrengen aan de onderkant van mijn mond. Een nat druppeltje, je rolt hem af.
En je hebt schaduw. Nou, ga ik eigenlijk het gezicht een beetje omlijnen. Dus een beetje die kaaklijn mensen volgen. Mensen vinden het echt super gaaf. Ik ben stil, want ik zit ook in ademloos te kijken. Maar Angelique zegt mega gaaf. Cindy Boekhout vraagt of je het niet op doek zou willen doen voor haar in haar salon. Anja zegt, ik wou dat ik dit kon. Waarop May zegt, ik ook. Echt, iedereen vindt het helemaal mooi. Linda die kan ook niet wachten totdat je dit bij haar op de nagel schildert. Oh. Tijdens die sleepover in dat hotel. Ja, er wordt veel gedaan. Oh, dat wordt leuk, meiden. Ik ben benieuwd of er dan überhaupt nog wel nagels gedaan gaan worden. Ik ken ons een beetje. Dat wordt alleen maar lachen, gieren, brullen. En een skul voor Bren. Ja. Nou, die banen die ik al heb gemaakt. Ja, daar geef ik nu een beetje haargevoel. Hè? De manen van een leeuw. Door dunne streepjes te zetten. Ik kan hier ook al schaduw aanbrengen natuurlijk. Dus weer door schaduw en zwart naast kleur te zetten, zal je kleur ook meer gaan knallen. Marit zegt, hij is echt fantastisch. Oh, dankjewel, schat. Ik was zo bang dat dit gewoon op camera niet goed uit zou komen. Het komt juist wel heel goed uit. Nou, gelukkig. Haartjes, her en der. Beetje ook om de richting van de haargroei te benadrukken. En natuurlijk de manen vallen ook weer van mijn nagel af. En door hier die streepjes omhoog te zetten, geef je al het gevoel hè, dat er een maan nog van de nagel afvalt, de haren. En die kant. Maar als ik hier nou weer schaduw tegenaan zet, komt dat nog meer tot z'n recht. Even kijken, ik kom hier nog wel een beetje. Robin zegt, Bob Ross meets Herman Brood by yes. En Mieke zegt, ik vergeet iets te schrijven, ik ben sprakeloos, hartjes. Oh. En Angelique zegt, ik ga dit niet eens proberen, dat wordt bij mij een anabole schildpad. En May zegt, echt niet te geloven dit, wauw. Dank je wel, May. En Cindy Boekhout vraagt, heb jij de Kunst Academy gedaan? Nee, yes. Nee, heb ik niet. Dat wou ik wel heel, heel, heel graag. Maar dat mocht niet van mijn moedertje. Want mama zei tegen mij, er valt geen geld in te verdienen. Word maar kapster. Maar dat wou ik echt heel graag. Dus ik tekende vroeger al hoor. Ik kwam nooit naar buiten. Ik was zo bruin doordat ik Indisch ben. Ik speelde altijd binnen. En ik begon met natekenen van Donald Duckjes, Mickey Mouse's, dat soort dingen. En op een gegeven moment dan ga je zelf toch dingen creëren. Je leert daar heel erg goed door de verhoudingen in gezichten. Zo leer je dat heel erg goed. Dus uiteindelijk wilde ik heel graag naar de kunstacademie, maar dat mocht dus niet. Dus toen dacht ik, dan word ik kapster. Maar uiteindelijk ben ik, na heel veel omwegen, ben ik in het nagelvak beland. Ja, dus ik kan hier wel artistiek bezig zijn. Maar al de dingen die ik zou hebben kunnen leren op die kunstacademie. Anja Verret zegt, hij is prachtig, komt geweldig goed uit op camera. Lian zegt, bij die leeuw vallen de manen van de nagel af. Ik val van mijn stoel, hij wordt steeds mooier. Femke zegt, en dan doet ze alsof je gewoon wat kleuren neer mag leggen. Maar ondertussen is het gewoon weer een Picasso. Ja, maar het is echt alleen maar gewoon een kloddertje hier, kloddertje daar. Echt, echt, echt.
Even kijken, de snorharen. Tjoek. Tjoek. Nou, laat ik hier al eentje doen. Zo. En dat doe ik ook aan de andere kant. Dus ik schilder echt met het puntje van mijn penseel. En hou mijn adem in. Dus een beetje speels. Zo. Nou, ik ga hier nog een heel klein beetje haartjes toevoegen. Dus weer eigenlijk met dat bijtje wat ik heb gedaan. Zo. En hieronder moet je natuurlijk ook haartjes hebben. En ik wil hier nog wat schaduw trouwens. Dus dat doe ik eerst. En dat druppeltje. Zo. Daar ook schaduw, daar ook. Echt rond het gezicht. Daar nog iets donkerder. Er wordt gereageerd over dat naar de kunstacademie gaan. Mm-hmm. Academie. Jammer dat ouders zo reageren. Wou altijd dat mijn kinderen hun ding konden doen. En daarop zegt Shiriza. Maar dan hadden wij Yes niet gehad. Hartje, hartje, hartje. Blij dat je in dit vak beland bent. Sherinda zegt, ik snap wat je bedoelt. Ik vind het heerlijk om die technieken van kunstacademie toe te passen op de nagel. Twee mooie werelden samengevoegd. Mm. En dan zegt Brenda ook nog over dat een kloddertje hier, een kloddertje daar. Ja, en een oogje hier. En een oogje daar. Oeps, geen ruimte voor de neus. Eindstand, zwarte nagel. Grapjurk. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar ja, net wat Cerise zegt, anders had ik hier nou niet gezeten. Dus uiteindelijk ben ik met uiterlijk bezig, met uiterlijke verzorging. Hè, dat kappersvak, het artistiek bezig zijn. En ik heb ook nog een tijdje psychologie gestudeerd, want ik vind mensen ook heel interessant. En dat ben je als nagelstyliste natuurlijk ook wel. Hè. Je bent echt wel met de klant bezig en diepgaande gesprekken. Dus uiteindelijk komt alles wel terecht waar het moet zijn. Je bent je witte verf in de tussentijd wat dunner aan het maken, hè? Ja, ja, ja. Verder niks, hoor. Ik ben hem alleen even aan het mixen, want ik ga nu met mijn wit in dat oog die highlight post. Dus een stippeltje. En een kleintje ernaast. En dat doe ik ook aan de andere kant. Cool. Mm-hmm. Nou wil ik een heel dun ilipili. Klein highlightje. En dat doe ik ook aan die kant. Echt aan die onderkant van die oogbol. Maar je ogen komen dan echt zoveel meer naar voren. De onderkant van één oog wil ik wat witter. En, last but not least, natuurlijk mijn zwarte snorharen. Nog een keer nagaan. Met een heel dun streepje wit. Omdat hij natuurlijk over die schaduw valt. En een beetje wegvalt. En door dat kleine dunne witte streepje daarnaast. Knalt hij weer. Eraf. En de laatste. En dan natuurlijk nog.
als allerlaatste. Het bekkie, hè? Die lange haren. En ik geef je ook een beetje de groeirichting aan. Van het bekkie. Ja, mensen reageren echt helemaal aan en benemend. Prachtig. Oh. Alette zegt, witte stipjes, bam, leven in de ogen. Ja, Julia voor Robjeva geeft handenklap dingetjes in dingetjes. Thank you. Brenda, highlights are the bam. En bam, toen keek de leeuw je recht in je scherm aan. Amber zegt, dit echt hoor, hoe dan? Mijn tekentalent is blijven hangen om 3-jarige leeftijd. Vind het ook echt heel mooi. Kan je de aflevering ook terugkijken? Ja, dat kan. We laten ze gewoon staan. En er waren ook wat simpelere designs. Cherise zegt, en dan te bedenken dat sowieso alle designs in het echt nog mooier zijn. Ja. Met liner gel doe je dan ook schaduwen, vraagt Will Spit. Ja, dat kan zeker. Ja. Je liner gel, ik leg nu dan dat natte druppeltje Master Paints, bijvoorbeeld. Hier. Mm-hmm. Hier had ik een nat druppeltje neergelegd en dat uitgeveegd. Dat doe je eigenlijk ook met je liner gel. Dus je legt een druppeltje neer, je rolt je penseel, met die TD3 zou ik ervoor gebruiken, leeg of droog aan een brush wipe. Dus dan is je penseel droog en dan blend je hem eigenlijk uit. Als je dat lastig vindt, zou je het ook nog kunnen doen door een heel klein beetje bezentop in je penseel. Niet te veel, want dan gaat hij weer vlekken. Maar dat hij een beetje vochtig is door de bezentop, dan zal die ook. Dan is dat eigenlijk je water, zo moet je het zien. Zoals ik het nu deed met de Master Paints. Oké. Om mijn witte haartjes als laatste, maar dan echt allerlaatste. Dan hou ik echt op. Ik kan echt uren doorgaan hoor. Ga ik eigenlijk precies hetzelfde doen tussen die witte haartjes. Dat maakt het net even iets hariger. Ja, hoe zeg je het? Ja, hariger. Hariger. Meer fuzzy. Et voilà. Et voilà. Oké. Zullen we deze dan glanzend doen? Of zullen we die mat doen? Mat. Nou, ik ga deze glanzend doen en dan laat ik zo meteen... Die ik al had voorbereid natuurlijk, die is glanzend. Of die is mat. Dan kun je het verschil zien. Of alleen de ogen glanzend. Nee, oké, we doen het nu wel even zo. Wauw, yes. Ja, dan knallen die kleuren ook echt, hè. Maar dit is dus ook heel erg leuk met bijvoorbeeld aquacolors te maken. Ook superleuk. Oké, die doen we even in de lamp. En dan zijn we aan het einde. Ja, maar we hebben natuurlijk traditiegetrouw. In de live-uitzendingen zijn we begonnen met prijzen. En dat hebben we nu ook. We hebben een speciaal pakket. En dat bestaat uit de neonpigmenten, Cherise Sweetie Zwart, White is White Gel Polish, Tequila Sunrise, de nieuwe stempelplaat, die moet je even laten zien. Ja, die is heel leuk. Laat zien. Oké. Okay. Tatrata. Kijk dan hoe gezellig en echt prachtig deze blisters tegenwoordig, want als ik hem omdraai, kun je precies zien wat er dan allemaal op staat. Het zijn hele gezellige zomerse leuke lekkernijen voor op je nagels. En hoe leuk is dat om die kistjes dan zo in te kleuren. Oeh, ananasje. Oh, met liner gel en pigmenten. Super cool. Ja, ik zie al helemaal voorbeeldjes voor me. Ja, maar wat moeten de mensen doen om dit samen met die andere producten te winnen? Daar moet je wel iets voor doen, want het is nog wel een leuk pakket natuurlijk. Wij willen heel graag en hopen echt dat jullie daar tijd voor willen maken, kunnen maken. Leuke summer designs, lekker knalliwalli. En een beetje geïnspireerd de dingetjes die ik je heb laten zien. En daar een mooie set en foto's toe te sturen. Of leukere tipjes. Wat jullie leuk vinden. En de mooiste, die kan natuurlijk dit prachtige pakket winnen. Stuur deze dan naar info@nailtalklive.com onder vermelding van live summer designs van Jessica. Ja. En dan
Nou, en wanneer moeten ze dan... Ik wil dat 2 juni dan in de live laten zien. Ja? Dus dan is de deadline de vrijdag daarvoor. Dat is dan dus... Dat kan iemand vast even in de agenda opvoeren. Ik ga even kijken, want ik moet even checken hoor. Wacht, dat is dan dus de 29 mei. Oeh, ja. Nou, helemaal. Ik ben heel benieuwd en ik hoop echt dat jullie de tijd kunnen vinden. En misschien wel leuke summer designs te maken in de salon nou. En een mooie foto daarvan kunnen maken. En Pepijn en ik kijken ernaar uit in ieder geval. Heel veel succes. Ik ben echt heel benieuwd. En dan zijn dit de eindresultaten. Mat en glanzend. Super cool. Dankjewel. Super cool. Ik weet niet welke ik nou dan mooier vind, mat of glanzend. Ja, ik vind hier dat glanzende toch ook wel weer wat hebben. Ja, heeft ook wel weer wat. Hoewel ik echt wel van mat hou. Daar wordt hij ook echt wat stoerder door, vind ik. Oh, dat is ook leuk als je hier dan nog weer wat steentjes in dat kruintje. Dan maak je meisje en een jongetje. Dan doe je echt zo'n pingelpangeltje op zijn hoofdje. En dan een klein diamantje zo op zijn voorhoofd. Haar voorhoofd. Oké, nou, in ieder geval, je wordt nu heel creatief. Ik merk dat het in de avond voor jou... Ik kan niet meer slapen, dus nee, dat. Ja. Ik ben ook een nachtmens. Eventjes overmorgen in Nail Talk Live hebben we iets heel bijzonders. Want we hebben aan Julia Vorobieva, of althans Jessica heeft gevraagd om een draak. En daar kwam toen een soort phoenix uit. En aanstaande woensdag laat Julia Vorobieva zien hoe je dit maakt. Dus dit is, ik ga trouwens niet zeggen hoe het is gemaakt. Dat moet je woensdag kijken. Maar helemaal geweldig, de phoenix. De phoenix die rijst boven alles en ons hoop geeft en ons helpt door deze periode heen te komen. Dus kijk daarvoor aanstaande woensdag naar Nail Talk Live met natuurlijk nog veel meer. Ja, echt veel meer. Echt super. En dit design is ook echt wauw. Echt amazing. En hoe ze het ook doet, eigenlijk ook weer super makkelijk. Slim bedacht. Hè? Ja, echt heel erg slim. Ja. Super. Dus zeker kijken woensdag. Ja, dan zijn we toch echt wel klaar, hè? Wat jammer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden allemaal en toch wel enigszins geïnspireerd zijn geraakt. En doe vooral jullie best en ga mooie dingen maken, want wij vinden niets leuker dan als je de foto of naar ons toestuurt via info@nailtalklive of op de pagina post, want daar reageren wij natuurlijk ook op en helemaal als je ons tagt. Dus dan maak je ons niet gelukkiger, kun je ons daar niet mee maken. Ik bedank voor jullie tijd, Pepijn en ik natuurlijk. En de volgende keer of 2 weken is Risa aan de beurt. Hè? Hartstikke leuk. Ik heb hem al in mijn agenda neergezet. Ik ga zeker kijken en meedoen. Helemaal gezellig. En graag tot de volgende, lieve mensen. Bedankt voor jullie tijd nogmaals. Doei doeg. Ja, dank jullie wel voor het kijken. Dank je wel, Jessica. Het is nu 10:10. Jullie hebben trouw gekeken. Om het af te sluiten, nog 1 keer die prachtige commercial van de Majestic Blue. Fijne avond. Tot woensdag.